We staan aan het begin van een gewone door de weekse schooldag in de herfst. We willen jullie laten zien hoe zo'n dag bij ons verloopt. We kijken in de lessen van de eerste klas, de brugklas. Ook lessen van enkele hogere klassen zullen we even bijwonen. In de middagpauze gaan we naar de kantine en aan het einde van de dag nemen we een kijkje bij de huiswerkcursus. Loop je mee naar binnen? In plaats van kapstokken heeft de school opbergkastjes. Elke leerling heeft een eigen kastje met slot en sleutel waarin hij of zij veilig zijn jas of andere spullen kan opbergen. Als je vindt dat je een geldig excuus hebt, dan ga je om 11 uur even naar de corrector neer van Maastricht en dan vertel je dat. Ja? Oké, goed. Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de conciërge. Hij geeft hun een briefje dat ze in de klas aan de leraar geven. Maar ze moeten zich ook melden bij de conrector. Heb je een geldige reden, deze leerlingen hadden een lekke band, dan is er niks aan de hand. Heb je geen geldige reden, tja, dan moet je de volgende dag je melden om 8 uur. Laten we maar eens gauw kijken bij de eerste. A, maken met elkaar. Ik zou graag willen dat Marijke de dingen op het bord schreef die vertaald worden. Marijke, hier heb je een stukje brek. Deze lerares is mentor van de eerste klas. Ze bespreekt de studieresultaten. Dat gebeurt in het studieuur. Dat is een les waarin allerlei schoolzaken aan de orde komen, want de school wil de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden. De mentor houdt de vinger aan heel wat polsen. Wisseling van de les. Even in beweging op weg naar een ander lokaal. Ondertussen wordt ergens anders in het gebouw gewoon doorgewerkt. En wel door de schoolleiding. Die vergadert elke week in de kamer van de rector. Waar hebben ze het over op zo'n vergadering? Nou, bijvoorbeeld over een nieuwe leraar die de volgende week begint, of over de repetitieweek, of over excursies en dat soort dingen. Tja, een potlood vasthouden. Het lijkt zo simpel. Niet iedereen is met hetzelfde bezig. Kijk, deze jongen moet iets doen met perspectief. Dus hoe je de tekening als het ware in kunt kijken. Er komt diepte in. Het lijkt een beetje erop alsof je een eigen damesblad wil beginnen. Het leuke van de tekenles is dat je kunt praten terwijl je bezig bent. Lekker kletsen met elkaar en over elkaar en vooral over leraren. De kleine pauze begint. Frisse neus halen in de schooltuin of gewoon even bijpraten. Dit zijn leerlingen uit 6 VWO in hun praathuis. Je kunt als brugklasser niet zomaar even tussen hen in gaan zitten.
Om 1:00 hebben de leerlingen de ochtend van 5 lesuren erop zitten. Tijd om in de kantine je brood op te gaan eten. Je kunt ook wat anders eten, omdat je er gewoon zin in hebt of omdat je je brood vergeten bent. Voor die koeken met dat roze suikerlaagje hebben leerlingen de naam apenbillen bedacht. Want als je zegt het langs het kanaal, Barend, hoe vertel je dat dan? Ik zei net, het is eigenlijk een achterzetsel. Den, kanaal en lang. Ja, kanaal is mannelijk, schriftelijk, vorig hoofdstuk, weet je nog. Kanaal is mannelijk, den, kanaal en lang. Dat staat daaronder bij die opmerkingen. Daar zie je al die voorzetsels nog een keer staan. Maar de enige waar je nou goed op moet letten, dat is die entlang. Dat is dus geen voorzetsel, dat is een achterzetsel. Tijd is net als tekenen een vak waarbij je iets maakt. Je kunt iets scheppen. Nog mooier gezegd, je kunt iets creëren. Van gekleurde kunststoffen kun je sieraden maken, die sommige meisjes zelf ook dragen. En dat betekent dat die elektronen aan deze kant erin komen, aan die kant eruit komen. En dan hoort het bij een amperemeter zo te zijn dat die elektronen er bij het zwarte puntje inkomen en bij het rode puntje komen ze weer uit. En dan moet je zorgen dat je de draden goed hebt aangesloten. Even controleren. I² - (2X²) + 7Y² - (7X²) + 9Y² + 2X² - (7Y². Nou, nu ga je even goed kijken. Nou, die en die kunnen wel. Dat heeft toch -12X². Die en die bij elkaar. Plus 16Y². En schrikken. Want dat weet ik nu al, dat ga je nu nog niet doen. Maar ik zie dat ik hier iets buiten haakjes. Want dan typ je beetjes bang. Let wel met NK. En dan zul je antwoorden en 47. En dan pas later. Een stukje tekst, hè, dan kun je gewoon doorgaan zonder dat je regel over wilt slaan, zonder dat je regel overslaat. Zie je wel? Zullen we het nu wel? Of niet doen. Kijken wat de printer ervan maakt. Nou, love. Dat is zeer positief. De dag zit erop. Veel leerlingen blijven nog op school om hun huiswerk te maken. Ze doen dat onder toezicht van een docent. Hij zorgt ervoor dat ze ongestoord kunnen werken. Inprenten, herhalen, onthouden, begrijpen. Wie klaar is, meldt dat en gaat naar het overhoorlokaal aan de andere kant van de gang. We zullen eens meeluisteren bij deze jongen. Kijken of hij zijn Duits kent. Wie is u? Nee, Willem. Willem.
Nee. Ja, wollen. Wollen. En nou vroeger? Stilte op het schoolterrein. Even niet aan school denken. Morgen is er weer een dag.